ja, ik voetbalde bij NAC en ze hadden me toen op de een of andere manier gescout, zeg maar. En ze benaderden me en hebben toen mijn contract afgekocht met, in overleg met NAC. En ja, simpel. Toen hoefde ik er niet echt heel lang over na te denken. Nee, waarom niet? Ja, het is sowieso een veel beter contract, maar ik had zoiets van, ik wil eerst kijken hoe het leven daar is. En daarna wil ik pas echt de beslissing nemen. Dus ja, toen ben ik hier naartoe gevlogen en op het moment dat ik hier terecht kwam, dacht ik van, ja, ik denk wel dat dit iets, dat het voor iets voor mij is. En ja, en als je dan gaat kijken naar de voorwaarden die je hier hebt en de voorwaarden in Nederland, dan denk ik dat ik hier wel goed zit. In Nederland werd er altijd gezegd van Anouar Diba die gaat naar een topclub in Nederland toe, maar dat is er eigenlijk nooit van gekomen. Nou, in mijn periode bij NAC niet, maar ik denk dat ik uiteindelijk bij een topclub terecht ben gekomen, dat is Twente. Ik schat Twente zeker bij de topclubs nu in Nederland. Tuurlijk, ik ben er gekomen via een omweg. Heel eerlijk gezegd denk ik ook wel dat ik de kwaliteiten had om bij een topclub te spelen. Alleen, de voetbalwereld is niet altijd even eerlijk, dat sowieso. Maar dat weet iedereen wel die in de voetbalwereld zit. En ik heb ook wel opties gehad om naar buitenlandse clubs te gaan. Echt goede ploegen. Alleen toen die tijd vond ik mezelf er te jong voor. En ik denk dat dat wel misschien een domme keuze is geweest uiteindelijk. Maar ik denk dat ik er uiteindelijk wel goed van terecht ben gekomen. Dus ik heb er nergens spijt van. Nou, ik heb in mijn eerste seizoen al bij NAC had ik al kunnen kiezen voor in Spanje bij Tenerife. Wat in die tijd gewoon een hele goede ploeg in Spanje was. Dat is voor dat soort ploegen. En je hoort wel eens dingen dicht bij contracten bij PSV dan. Werd wel eens gezegd toen Ronald Koeman er zat. Uiteindelijk is het er nooit van gekomen, maar... Ja, ik zat natuurlijk dicht bij een transfer naar Twente toe. Dat was al helemaal rond in principe. En dat had ik ook wel graag gewild, maar de omstandigheden ook niet van gekomen. En toen was ik het eigenlijk een beetje. Ik was eigenlijk gewoon een beetje zat. Toen dacht ik van ik ga gewoon voor een hele andere keuze. En ik heb er geen spijt van gehad. Ik bedoel, ik had sowieso bij Twente kunnen blijven. En na Twente had ik sowieso nog in Nederland kunnen blijven. Alleen de keuze was aan mij en ik vind dit beter. Heb je gekozen om terug te gaan naar Qatar speciaal voor het land? Of omdat je eigenlijk heel weinig aan spelen toe kwam bij Twente? Tuurlijk, ik denk dat als ik toen bij Twente veel meer aan spelen toe was gekomen, dan was de keus moeilijker geweest. Alleen, toen ik bij Twente zat, was ik nog niet helemaal fit door mijn problemen die ik had in Dubai. Alleen, het was heel duidelijk. Ik hoefde niet weg bij Twente. En eerlijk gezegd was meneer Munsterman ook heel duidelijk van dat hij in mij nog steeds toekomst zag. En dat hij me graag wilde houden. En ja, maar de keuze was aan mij. En ik moet zeggen dat er nog nooit een club zich zo positief naar mij heeft opgesteld als Twente.